Het is zover. Dames en heren, dit is dan de wedstrijd, jongens en meisjes niet te vergeten, waar iedereen het al een tijdje over heeft. Er is geen spatje regen te bekennen vanavond. Vandaar dat er flink wordt gesproeid. Nou ja, dat er geen regen is, dat komt goed uit. Want het wachten is hier op de aftrap. Voor een dijk van een wedstrijd. Welkom iedereen. Goed dat u kijkt. Het commentaar wordt weer verzorgd. De ondergetekende, mijn naam is Siert de Vos. En naast me zit collega Jeroen Grütter. En over enkele ogenblikken gaan we kijken naar een groepswedstrijd in dit toernooi. Dit is Tsjechië tegen Argentinië. Hé, hey Siert, weet je wat het is met deze groepsfases? Je moet de punten blijven pakken. Anders is het toernooi afgelopen voordat je het in de gaten hebt. En dat zou er wel eens toe kunnen leiden vandaag dat het een sprankelende wedstrijd gaat worden. Ze zetten de tegenstander onder druk en veroveren de bal. Goed er langs gegaan. Hij pakt de bal en begint aan de uitgang. Ja, die eerste zit erin. En we hebben amper gespeeld. Nou, dit is absoluut geen saaie wedstrijd. En wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Hij was er opeens vandoor. En de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. De score is geopend. Het is 1-0. Hij schudt de tegenstander van zich af. Oh, wat een kans. Oh, alleen op de keeper af. Dan moet hij er toch altijd in? Ja, maar ja, ga er maar eens aan beginnen bij deze keeper. Dat is echt een heerlijke redding, hoor. Weg. Balbezit. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar hier wordt voordeel gegeven. En start die brommer maar. Ah, de verdedigende partij heeft geen problemen met zo'n bal. Dat wordt een inworp. Daar op de vleugel is nu wat ruimte. Dat moet de gelijkmaker worden. Een prachtige uithaal. Oh, wat mooi. En die bal ligt in het net. Fantastische volley. Ja, dit is er een voor het Rijksmuseum. Goed uitgespeeld natuurlijk. Met een ragfijne voorzet. En dan ziet hij kans om de bal vanuit de lucht vol op de wreef te nemen. Ja, die volley die gaat direct voorbij de keeper en eindigt in het doel. Wat een schot, zeg. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Redding van het doelman. Een gevaarlijke plek om de bal kwijt te raken. Ja. De dreiging houdt aan. Ja, goal! In korte tijd gaat ook deze bal erin. Op deze manier gaan ze winnen. Tjonge, wat een geklummel daar achterin, zeg. Ja, zeker als je nog in de buurt van je eigen 16 bent, moet je zorgen dat je geen risico's neemt. En hier wordt de bal gewoon weggegeven. Ja, dat is vraag om problemen. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Heel goed gepakt. Mooie sliding.
En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Overtuigende actie van die verdediger. Redding, spel gaat verder. Ja, mooi geblokt. Ze hadden de voorsprong hier echt moeten verdubbelen. Niet te geloven dat hij er niet in gaat. Het lijkt wel een game. Ja, dit zie je echt maar zelden hoor, Siert. 1 doelpunt voorsprong, dat is lekker, maar dit soort kansen moeten er gewoon in. Naar binnen getrokken. Goed gepakt door die doelman. Kort genomen. Rossi. Daar had hij graag nog een doelpuntje erbij gemaakt om de voorsprong te vergroten. Aardige poging. Absoluut. Maar ja, hij gaat niet op doel. En met de bal aan de voet de uitbraak. En zijn naam staat nu 3 keer op het scorebord. Een echte hat-trick. En dat is 3. Nummer 3 voor hem. Ja, onvervalste hat-trick. Dat zijn van die geweldige momenten in de wedstrijd. We trappen weer af met een stand van 3-1. Daar aan de zijkant ligt de ruimte. Ach nee, het begon erop te lijken, maar ze raken de bal kwijt. Hij ontsnapt, hij moet scoren! Zo zegt hij zitten. En dan staan ze zomaar 3 goals voor. Uiterst comfortabel. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. Hij is zijn directe tegenstander voorbij. Maar zo makkelijk kom je er niet doorheen, blijkt nu. Hieruit kan een counter voortkomen. Dat wordt sprinten voor die verdedigers. En Argentinië heeft gescoord. Goal, goal, goal. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. En vervolgens is het een kwestie van uithalen. En dat doet hij met een kiezelhard schot. De doelman kan daar nooit op tijd bij. Uitstekend afgerond. De score is 5-1. En we trappen weer af. Ze leiden balverlies door deze paas. Chic. Chic. En gassen langs de zijlijn. Hij zoekt naar de opening hier. Hij heeft wel eens moeilijkere ballen gehad, maar toch, dit was zeker geen slechte redding met die duik hier. Niet meteen in de 16, maar kort. Nu snel eruit komen. Die verdedigers moeten zich haasten nu. Voorzet gegeven, hij staat vrij. Ja, wat doet hij dan met deze kans? Helemaal niks! Deze kan het doelman makkelijk pakken natuurlijk. Ja, ik geloof niet dat de keeper hier nachtmerries aan overhaalt. Dat die keeper die inzet wist te keren, zeg. Dat is gewoon een briljante actie. Dat riekt naar een overtreding van de Argentijnen volgens mij.
De scheidsrechter is hem genadig en laat het bij een waarschuwing. Oppassen hoor, want dit soort acties, dat is vragen om een kaart. Net buiten bereik van de teamgenoot, dus een inworp voor de tegenstander. Daar is hulp van een teamgenoot. Suchek. Ja, een goede onderschepping. Hij schot zijn directe tegenstander af. En het blijft alarmfase 1 daarachterin. En in tweeën scoren ze alsnog. De redding in eerste instantie was prima. Maar dit is gewoon pech voor die keeper. Of overmacht. Force majeure met een mooi woord. Ja, het is aanvankelijk natuurlijk een uitstekende redding. Niets op aan te merken. Maar dan zit het niet mee in het vervolg van de situatie. En dat de bal dan uiteindelijk nog in het doel belandt. Moet je daar de keeper dan op afrekenen? Ik weet het niet. De score bij deze aftrap is 5-2. Houdt u het allemaal nog bij? Aan de zijkant krijgt hij ruimte. Schitterende redding. Die bal van zo dichtbij. Die gaat er normaal gesproken gewoon in. Ja, dat doet hij gewoon bijzonder knap, zie je het. Hij blijft goed naar de bal kijken en reageert dan ook adequaat. Geen voorzet, maar kort genomen. Hij snijdt naar binnen met de bal. Als hij de bal maar niet snijdt, is die leeg. Hij pakt de bal op een gevaarlijke plek af. Komt dat schot? Eerbetoon aan Hugo. Ja, en dan zit hij er toch in. Ze hadden er wel een tweede inzet voor nodig, want de keeper was goed bezig. Je hebt van die spelers die als het ware lijken te weten waar de bal terecht gaat komen. Dat is hier zo'n voorbeeld van. Eerst gaat de bal richting de verre hoek en dan komt hij terug het veld in. En ja, dan zit hij er gewoon heel goed bij. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen. En hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Koufal. Ze hebben in deze eerste helft goede zaken gedaan, hoor. Ze hebben ruim afstand genomen van hun tegenstander. Ja, ik denk dat er niet heel veel te bespreken valt straks in de pauze. Ik bedoel, als je zo enorm... Oh, oh! Daar komt de kans aan. Oh, en ook die zit! Haha, jongens, ze blijven maar scoren. Waar gaat dit eindigen? Nou ja, na 90 minuten ga ik naar huis. Oh, wat een heerlijke treffer. Die speler ontsnapt, dan de schitterende loopactie, geniale techniek en vervolgens uiterst efficiënt afgerond. Ja, daar kun je alleen maar bewondering voor hebben. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Suchek. Drie minuten extra speeltijd wordt eraan gegeven. Een kans om te scoren. Die bal gaat er schitterend in. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas, alles goed. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt.
Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Hij kan mooi doorstomen daar. Daar komt de voorzet aan. Die bal mag erin. En die bal wordt goed geblokt door een speler. Hoekschop wordt voorgegeven. De arbiter fluit en we zijn halverwege de wedstrijd. Althans, voor zover je dit een wedstrijd kunt noemen natuurlijk. Want dit lijkt nu al een uitgemaakte zaak. Ja, deze speler legt vandaag een prima wedstrijd op de mat. Hij weet van geen ophouden. Hè? Hij blijft het doel van de tegenstander maar bestoken. Na de eerste helft Argentinië op voorsprong. En dan nu de tweede helft. Hoofd de flank. Ja, daar ligt de ruimte. Enorme kans was dit, maar de doelman heeft hem gewoon klem vast. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar hier wordt voordeel gegeven. Zo hoor je een sliding te maken. Goed werk. En zo gaat de bal achter voor een corner. Laten we nog eens naar het doelpunt kijken. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Nou, en weer een corner. Geen voorzet, maar kort gespeeld. Het ziet er veelbelovend uit. Tja, zo moet je natuurlijk niet met je kansen omgaan. Veel te ongecontroleerd allemaal. Doorgebroken met de bal. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten. Hij leidt balverlies. En met de bal aan de voet de uitbraak. Hoor je alleen op de keeper af, ja, dan moet hij er toch altijd in? Ja, maar ja, ga er maar eens aan beginnen bij deze keeper. Dat is echt een heerlijke redding, hoor. Tijd om te wisselen, zegt de coach. Die wordt kort genomen. Hij blokkeert het schot. Na die tackle is hij de bal kwijt. Oh, wat een schotkans. En boom, nog een goal. Ze maken gewoon gehakt van deze tegenstander. En het is niet eens woensdag. Je zou haast medelijden krijgen. Best aardig ingeschoten, hoor. Daar niet van, maar ja, de bal in de korte hoek moet gewoon uiteindelijk voor de keeper zijn. En ik denk dat die nu flink staat te balen. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. En een ruimte op de vleugel. Oh, een kans om te schieten. En die bal vliegt binnen. Yeah.
de verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork, mooie goal. Voor de neutrale kijker is dit een heerlijke wedstrijd. Voetballen om te scoren. Zo doen we dat. En hij is de belaging kwijt. Daar komt de voorzet aan. De voorzet wordt gesmoord. Vaclav Černý. Aanval onreglementair, abrupt beëindigd. En ik denk dat hij daarvoor geel gaat krijgen. En dat vindt de scheidsrechter niet goed. Nee, gele kaart. Mazzeltje voor de keeper, engeltje op de lat, want die schiet de hulp. Ja, het is ook wel fijn als je een beetje geluk hebt hoor in dit spel. Wat scheelt dat nou? Een paar centimeter, maar ja. Zie het nu even niet. Kijk eens naar die aanval. En dat is een mooi doelpunt. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Maar vervolgens wordt die speler stevig aangepakt door de verdediging. En eigenlijk is het dan heel knap dat hij zijn evenwicht nog weet te bewaren. Hè? Want het is gewoon ijzersterk dat hij de bal dan toch nog weet binnen te werken. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. De tegenstander mag ingooien naar die actie. Een kans om te scoren. Zouden ze toch nog kunnen profiteren? Het was een goede mogelijkheid. Maar ze hebben het goed opgelost. Dat riekt naar een overtreding van de Argentijnen volgens mij. Komt er het doelpunt aan. En goed gered daar. Paas komt niet aan. Balverlies. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Ja, die zit. Daar is het doelpunt. Dit is nog eens omschakelen. Hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Vaclav Černý.
Het is erop en erover. Bal uit, dat wordt een hoekschop. Niet voorgezet, maar kort genomen. Voorgegeven in het midden. Geen problemen voor de doelman. Hij pakt de bal op een gevaarlijke plek af. En Argentinië heeft gescoord. Goal, goal, goal. Dit is een knappe goal hoor. En die komt eigenlijk voort uit het feit dat ze de tegenstander in een wurggreep nemen. Er is geen enkele ruimte om op te bouwen. Het leidt tot balverlies. En dan weten ze er wel raad mee, hè. Want heel snel ligt die bal dan uiteindelijk achter de keeper. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Antonin Barak. Dat voor een inworp. We hebben nog 15 minuten te gaan. Václav Černý. Václav Černý. Oh, hij gaat er langs. Maar de scoringskans komt er niet. Goed ingrijpen van die tweede speler. Een counter behoort nu tot de opties. Deze counter, ja, dat loopt nog niks uit. Ze zijn de bal kwijt. Argentijn met de verdedigende ingreep, maar niet op de bal. Ze gaan er een nieuwe speler in brengen. Hij weet de bal makkelijk tegen te houden. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Opletten, keeper. Bal afgeschermd met het lichaam. Kaderabic. Veel te simpel deze paas. Een makkelijke prooi voor de tegenstander. En hij komt eruit met de bal. Zo, goal! Een uitbraak. En door die mooie individuele actie komt hij zo ver dat hij gewoon kan scoren. Deze goal kun je gewoon helemaal op zijn naam zetten. En zo tegen het einde van de wedstrijd maken ze nog een doelpunt en is het duel echt beslist. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Nee, zonde! Hij raakt niet staan. Hard, denk ik. De volgende keer met wat meer rust afwerken. Zeker van deze afstand.
Alleen de doelman nog voor zich. Ja, daar is hij. Doelpunt! Een prachtige solo ging eraan vooraf. En de afronding is om je vingers bij af te likken. Ja, als je ze eerst goed gewassen hebt, je handen. Mooie goal, Jeroen, toch of niet? Absoluut, zie het. De individuele klasse druipt ervan af. Kan niet anders zeggen. Fantastische treffer. We worden getrakteerd op een ongelofelijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Hij houdt de bal even bij zich en wacht op steun voorin. Oh, een kans van korte afstand. Oh, die keeper pakt de bal gewoon. Fantastisch. Als een onneembare vesting aan de bal. Nu zouden ze best kunnen counteren. Voorzet naar de spelers in het centrum. Ai, 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 ai. Niet zo goed weggewerkt. De defensie vangt het prima op. Ja, dat is goed. Goed gepakt die bal. Er werd iets te lang gewacht met die paas. Goeie tackle en bal terug in bezit. Kunnen ze dit snel uitspelen? En start die brommer maar. Brrr. Een grote kans hoor. Hij laat gewoon geen doelpunten. Luciano Vietto. Ze komen opnieuw in balbezit. Daar komt hij aan hoor. Als hij uithaalt, zit hij. En daar is toch nog een doelpuntje voor ze. Een schrale troost voor de supporters. Ja, nou ja, oké. Ze doen toch nog hun best om er iets van te maken. Ja, als een speler op die plek de bal krijgt, dan ben je natuurlijk al geklopt. Dan hoef je niet meer te verwachten dat de doelman voor Superman speelt, hem nog even gaat tegenhouden. Nee, zo werkt dat niet. Het fluitsignaal klinkt, einde duel. En de overwinning gaat hier naar het bezoekende team. Ik denk eigenlijk dat ze zelden in de problemen zijn gekomen. En nou ja, ze wisten hun kansen af te maken. Kortom, duidelijke zegen.